Zeven zondagen op rij neemt Sportoase de Antwerpse lopers op sleeptouw door de stad. Om je optimaal te kunnen voorbereiden op de 10 miles is het volgen van een strikt schema cruciaal. Er zijn lopers die op karakter finishen. Ik denk dat het aantal blessures daar vrij hoog ligt. Terwijl als je goed bent voorbereid, dan kan je de week daarna opnieuw lopen. Traag beginnen. Je zult dat altijd zien bij wedstrijden, ook bij de 10 miles, dat heel vaak mensen snel beginnen uit enthousiasme en dat wordt dan afgestraft in de tweede helft. En dan gaan ze allemaal half dood over de finish kruipen. Het is heel belangrijk om te variëren. Als je een keer per week snel en ja, kort een afstand aflegt, aflopen, dan moet je ook een keer lang lopen en je moet af en toe ook wat intervallen lopen. Je kunt wat variëren op loopmomenten, hè, een keer 's morgens, een keer 's avonds. Wat vele lopers vergeten is het feit dat je ook moet bezig zijn met lopen wanneer je niet loopt. Als je gaat lopen, zou ik toch zeggen dat je tussen de 7 en de 8 uur slaapt, dat dat toch wel goed is. Regelmaat ook, hè, daar. Hè. Het is niet zo verstandig om 2-3 uur te slapen en dan een dag erna 10 miles te lopen. De deelnemers van het loopproject van Sportoase gaan duidelijk vooruit. Ze geven ook een schema mee waar ze een aantal keer per week moeten lopen en ze volgen dat. En dat merk ik wel. Waar dat ze uit zichzelf misschien maar 1 of 2 keer per week lopen, doen we dat nu 3 à 4 keer per week. Dus ja, het gaat vooruit. Veel sporten, dat betekent ook gezond eten. Zorg daar ook voor variatie. Zie dat je vooral veel fruit, groenten, vitamine binnenkrijgt. En vooral drink genoeg.